Mohamed Rahi, eindelijk gaat het weer beginnen. Eindelijk ook voor jou, want hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ik heb de laatste paar wedstrijden gemist in verband met een blessure. Maar ik ben nu volledig fit voor de play-offs. Want hoe erg was dat? Was het meer uit voorzorg of had je echt gewoon last? Kon je echt niet spelen? Nee, ik kon echt niet spelen. Als ik kon spelen had ik wel gespeeld, maar ik kon echt niet spelen. En ik heb me gewoon klaargemaakt voor de play-offs. En gelukkig ben ik nu fit. Waar had je last van? Ik had last van mijn knie. Ja. En niet dusdanig erg dat je nu weer 100% fit bent? Nee, ja, ik ben gewoon fit nu en het was niet heel ernstig. Dus ik kan nu gewoon volle bak gaan. Ja, dan moest jij revalideren terwijl de rest op Ibiza zat. Hoe was dat? Ja, ik zat sowieso in de Ramadan, dus voor mij maakt het niet heel erg uit. En ik had het hier ook enorm naar mijn zin. Dus ik heb gewoon lekker getraind. En ik ging me gewoon klaarmaken voor de play-offs en dat is uiteindelijk het belangrijkste. Merk je aan de ploeg dat ze anders terug zijn gekomen? Zijn jullie nader tot elkaar gekomen, zoals dat zo mooi heet? Jawel, ik heb wel gemerkt dat de jongens het echt naar zijn zin hadden en gewoon een hele leuke tijd hebben gehad daar. En gewoon je hoofdjes leeggemaakt en nu gewoon volle bak richting die play-offs. Ja, want eindelijk gaat het weer ergens om. Sparta heeft lang voor iets, ging het eigenlijk maar nergens om. Wist al heel lang dat het eigenlijk ook tweede zou worden. Hè? Top Os, in de competitie niet van gewonnen. Speelt dat nog mee? Uit 0-0. Dat was een beetje een saaie wedstrijd. En thuis 1-4. Deden wel een paar jongens van ons niet mee. Maar dat was gewoon een wedstrijd op zich. En ik denk nu dat de play-offs gewoon andere wedstrijden zijn. Er komen andere dingen bij kijken. En ik denk dat gewoon we weten waar hun kracht ligt. En daar moeten we nu zien ons zien te wapenen. En ik hoop dat we deze play-offs wel van hun kunnen winnen. Want welke dingen komen daar dan bij kijken in zo'n na-competitie bijvoorbeeld? Ja, na-competitie is gewoon in 10 dagen speel je 4 wedstrijden. En dan kan het beslist worden. En alles gaat nu om resultaat. Mooi voetbal en zo telt niet. Alles gaat nu om resultaat. En daar moet gewoon alles voor wijken. Ja. En dan is het eerst Os en daarna, kijk je ook daarna nog of is het eerst gewoon, laten we eerst maar eens kijken dat we Top Os verslaan en dan kunnen we daarna wel kijken of het de Graafschap of Cambuur wordt. Ja, kijk, je moet wel zelfvertrouwen hebben en je moet wel altijd vooruit kijken. Alleen maar op dit moment is het gewoon Os het belangrijkste. Je moet niet te hard van stapel lopen. En ik denk dat het belangrijkste is om eerst de focus te leggen op wat er nu komt en wat daarna komt, komt vanzelf. Maar dat iedereen met schuin nog naar de finale kijkt, spreekt voor zich. Hoe lastig is dat toch om een tijd lang dat de druk er eigenlijk niet op staat en dat er nu ineens de druk er gigantisch op staat? Want hier spelen jullie het seizoen al voor. Ja, ik vind het eigenlijk alleen maar leuk. Ik ben op mijn best als ik druk voel. Dus die wedstrijden waar het er niet om gaat, vind ik eigenlijk maar niks. Dus ik heb hierop gewacht en ik heb er gewoon enorm veel zin in. Ja, en hoe gaat het dan in de combinatie met de Ramadan? Ja, goed. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel moeite mee. Ik doe het al vanaf kleins af aan, dus het is meer een mentaal iets. Maar je moet gewoon sterk zijn en je moet gewoon je best doen. En uiteindelijk met eten of zonder drinken, je moet gewoon je ding doen. Simpel. Ja, dat lijkt mij sowieso al lastig, maar helemaal als topsporter, want je moet natuurlijk wel een topprestatie leveren. Ja, maar dat kan ook in de Ramadan. Genoeg voorbeelden die zelfs op Champions League niveau gewoon uit de voeten kunnen. En zoals ik al zeg, het is een beetje mentaal. Ja, tuurlijk ga je het wel een beetje voelen, dat is normaal. Maar het is niet zo dat mijn prestaties daar dan minder van gaan worden. Heb je nog getwijfeld om dan bijvoorbeeld op de wedstrijddag even een dag over te slaan en dat later in te halen? Of is dat geen optie voor jou? Nee, dat is geen optie voor mij. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Mijn geloof gaat boven alles. En mijn geloof, dat is gewoon nummer 1. En voetbal komt op 2.